De stichting organisatie Hindu Media heeft gisteren een herdenkingsdienst gehouden ter ere van Harold Ramdani, die op 17 september 2015 is overleden. Ramdani heeft tot zijn heengaan in vele organisaties gediend. Hij was tot zijn overlijden het oudste lid van de staatsraad, waar hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van honderden wetten. Naast lid van de staatsraad was hij ook ex-directeur van het Staatsziekenfonds, lid van de Kenniskring, de Lions Club Parwani en lid van de Luchtvaartonderhandelingscommissie. De dienst werd aangevangen met Bayans en Kirtans, oftewel lofzang, waarna eerwaarde pandiet Sjogobind een lezing hield. Harold Ramdani, die ook directeur-eigenaar was van Ramstoers, stond erom bekend zijn jaardagen steeds in andere tempels te vieren. Geheel in die traditie heeft de stichting Oom gemeend om de herdenkingsdienst te houden in de Sri Radha Krishna Mandir aan de Commissaris Roblesweg, de Bloggrond.